En ik heb er net ook op meegedanst hoor, dus... Iedereen weet, bewegen is belangrijk. Ook voor ouderen. Maar in de coronatijd waren er geen beweeglessen voor deze groep. Daarom zijn de Nationale Balkonbeweegdagen in het leven geroepen. Bij deze editie in Brakkestein, Nijmegen, deden ook jongeren mee. Onder leiding van een professionele sportdocent werkte jong en oud zich samen in het zweet. Het is ongezond, hè? Niet bewegen is ongezond. Het is zo slecht als mensen helemaal... Ik merk het echt. Ik heb verschillende mensen teruggezien van mijn groepen. Als je niet in beweging bent, is echt, ja, ga je echt wel achteruit. Ook nu gewone lessen weer bijna kunnen plaatsvinden, blijven ook deze balkonlessen zinvol. Nou, heel veel mensen kwamen in één keer plotsklaps thuis. Ze zitten ook van onze eigen groep. Je hebt mensen die bijvoorbeeld niet meer naar onze les kunnen komen, omdat ze niet mobiel genoeg zijn. Ze hebben geen vervoer. Dus wat ze nu gebeurt, ze hoeven alleen maar één stap over de drempel te zetten en ze kunnen meedoen. Ze kunnen bij wijze van spreken nog een stoel er neerzetten, dat ze op de stoel meedoen. Dus in die zin bereik je veel meer mensen. Wethouder Bert Veldhuis gaf het startschot en deed zelf ook mee. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik was hier net en dan komt toch wel ietsjes naar boven van bewegen is goed voor ons. We hebben natuurlijk al heel lang heel weinig kunnen doen, zeg ik eventjes ook als wethouder. Het was vooral heel veel digitaal werken en normaal hebben wij sportmedewerkers. Die hebben natuurlijk ook werkzaamheden vooral ook binnen, maar ja, dat kon allemaal niet. Dus toen zijn ze zo creatief gaan denken dat ze dachten van wij gaan de wijk in en wij gaan proberen de mensen te verleiden om te bewegen die anders heel de dag gewoon op de stoel zitten of op de zitbank zitten. Iedereen moet in beweging zijn en iedereen moet in beweging blijven. En deze mensen die wat dat betreft toch vaak binnen zitten, is goed dat ze naar het balkon gaan. Laat ze maar bewegen op het balkon.